om u te waarden, besteen er nog maar oordeel hier, maar gaan nou al als een speer. We hebben het over de drie jongens van de band De Hoenekop. Jeder spelen deze rockers in hardcore bands like als Icepick en Dead Horse Running. Maar nu maken ze freestalige country. En dat gaat goed, want de teksten die het rauw en rucht van de raar binnen, spreken een soort mensen aan. We hier in Tochten begonnen van, ah, twee, drie keer in het jaar speel je voor het vrienden, berg nog. Maar nou, we zijn elke week aan fut en we spelen je seks keer in het jaar. En dat is een mooi bad. En wil je nog heel veel meer? Ja, ik ken het meer, vaak in nee. Dagen meer. Dus hebben we hebben eigenlijk nog 40 uur in een week in het spelen. Dus ja, ik ben dreigen, wel verdreven, een zware weekend, dat wel. Emiel is zanger en gitarist, en zijn teksten die krijgen vorm op de werkvloer. En ik hoor niet op het werk heb ik altijd zulke mooie verhalen en alles bloeit me bij. Dus ik ga, dat boek eens op muziek zetten. En toen had ik deze twee jongens theater, ik zei we beginnen een bandje, freestalig. En toen weer de band een feit. Want wat voor werk die is dan? Was dat Alia Bjernes? Hier is dat ook nog steeds, ja. Wat is dat? Scheepsbouw. Scheepsbouw? Ja. En hij is altijd van die malen verhalen ofzo? Dat ik gewoon de humor van de werkvloer, wat hij door de dag heen sleept, was nodig haast. En daar gebeuren gewoon de mooiste dingen. Dus, en ik denk dat een prutte mensen dat waarderen kennen. Dat ze dat steekje herkenning had van ja, nou ja, wie weet precies hoe dat gaat. Ben ik hoor hier de gang! Ach, sommige uitspraken, jongen, dan laag ik die hartstikke naar dingen. Dus gewoon, dan vier ik het nooit bij. En heel prettig van die tekst van de Hoenekop, heel prettig zit ik gewoon citaten die ik gewoon letterlijk get had. En dan een beetje riemwitjes erin, meidje, en tadaa. We gaan van Drachten naar Belsum. Dezelfde snuntioen, maar naar een totaal orenband. Je had hem maar druk mooi, hè? Nou, absoluut. Ja. Kom, ik krijg even uit Jereveen bij het voetbalstadion. Mochten we het Fries Volkslied even jongen, ja, dat was echt, echt een kick. Dat is echt kicken. 26.000 man. Ja, het is echt even, ja, dan gaat er wel wat adrenaline voor je heen. Krijn en Jacob Dijkstra vormen het duo Die Twa. Ze zijn geen familie, maar winnen in het verliende Wolkoos Borleu in Belsum. Na jaren het werken in het covercircuit begon ze in 2003 een nieuwe uitdaging. Zo'n doel stond ze al een paar keer in de mega top 100. Maar alleen nog al 140 optredens dit jaar kunnen we stellen dat de zaken goed gaan. De zinnen waren niet en ik viel me vrij en dan schuurt hij stil. Zucht erin, zaagjes geen trofee, lange blonde hier. Doe best van mij. We hebben elk weekend van alles te doen, maar wel heel leuk. En de rest van Libië? Ja, dat zou op zich wel kennen, maar ja, dan mag ik wel wat inleveren financieel natuurlijk. Dus nee, we hebben beide nog een baan naast. En dat redden we correct op. Het is wel heel erg druk, maar we redden het nog correct op. Wat is de zaak bijzonder aan die paard? Nou, ik vind hem wel leuk. De muziek is wel leuk. Ja. Ja, we dachten in eerste instantie een beetje de Fries en ik en Simon. Ja, maar ja, wij vinden dat ze beter jongen eigenlijk. Ja, ze zullen wel mooi zingen. Ik ken hem de band Hoenekop, ik. Ja, weet. Ja, zeker. Ze zien in ons voorprogramma. Ah, nee. Ken je hem Die Twa, ik? Ja, ik had er wel van Jens. Harry van Meegeren en Henk Spaan, toch? Nee. Ja, Die Twa, nieuwe koeien. Ik vind het persoonlijk hartstikke leuke muziek. Het een lekker melodieus. Ja, niks mis maar. Ja, die draai ik helemaal grijs in de auto. Ik heb eens een enthousiaste rust trouwens, want anders neem ik nog even wat op. Jappie had een grote bek, Jappie had een grote bek, Jappie zwet graag uit de nek, Jappie zwet graag uit de nek. Hoenekop, ja die ken ik, ja de commando. Jappie commando! Dat vind ik wel machtig, die waardpiekjes. Zullen we er een tatoeage van laten zetten? Nee, ik hou net van tatoeage. Ik wil het net zetten. Wat is dat nou? Oh, ik laat een plaatje zetten. Maar wat voor plaatje is dit? Hier van de Hoenekop. Is dat nou een tatoeage zetten van de Hoenekop? Ja. Waarom? Ja, dan ben ik een grote fan, hè. En als een beetje meisje, dan ben ik de eerste, dus dan ben ik de grootste fan.
Nou ja, die muziek wat ze speelden vind ik echt een mooie. Zo. Dus, hun brengen het ook leuk. Nou, ik denk, nou, dan kan ik ook een keer plaatsen laten zetten. Hey, dat weet je hier maar draaien. Dat weet je hier aan het reden, want het zwart net. Dat is best ook zo'n gut en hoenekop fan dan? Eindelijk een keer een band die toen Friesland jong hè. Ja, hoe de meisjes, dat de meisjes waar de tank met zo'n jongen hè, ja. Jongen, je moet bier en een bak zitten, zeg ik ben een ouderwetske woordpiek. En ik hou die op een bank. Zet hem lopen. Wil je bedankt, heren? Zo, we alles een beetje op zijn belopen. We zien hoe dingen gaan en we zijn net ambitieus. Nee. Sta vrij als een vogel, de vogels onze heren. Ja, veel rij als een vogel en toch weer. Het belangrijkste is dat we de lol in hebben. En als het nou binnen Friesland bloot of het verovert Nederland of het verovert de hele wereld. Zolang we het maar leuk vinden, dat is het belangrijkste. Hey, dankjewel! Dankjewel!